dacht dat je bestond, was er een lied dat in je klom. Hoor je dat wonderlijk geluid? Hoor je de klanken die het heeft? Heel de aarde zingt het uit. Het is het ritme van alles wat leeft. In alles wat leeft stroomt een rivier die zijn ritme geeft aan mens en dier. In alles wat leeft klinkt het refrein dat ons wijst waar we moeten zijn. Kom maar, Jussi. Ga ook iets eten. Wat is dat, mama? Ik weet het niet. En ik denk dat ik het ook liever niet wil weten. Snel, klim op mijn rug. Oké, die is klaar. Hoe zeg je dat ook alweer? Het ligt op het puntje van mijn tong. Eens kijken. Wacht even. Ja, van onderen. Ja, dat is het. Van onderen. Bedankt hoor, twee. Hou op met die flauwekul. Ja, we moeten hier een dam bouwen. Kom op. Hou je handen thuis. Ik wil je helpen. Ga alsjeblieft iemand anders helpen. Jussi, hou je vast. Oh, oh, niet doen. Kom dichterbij en ik. Het is oké, okay. We komen je helpen. We doen je niks. We komen helpen. Helpen? Waarmee? Hoor je dat? Luister. Hebben jullie daar iets mee te maken? Nee. We komen jullie waarschuwen. We hebben ontdekt dat Radko een dam gaat bouwen hier in deze vallei. Een dam? Die houdt het water van de rivier tegen en daardoor komt de hele vallei onder water te staan. En dat betekent... dat jullie hier niet kunnen blijven wonen. We moeten je vrienden waarschuwen. Maar waarom? Waarom doen ze ons dit aan? Ze bouwen een bungalowpark in Paramaribo en daar hebben ze heel veel elektriciteit voor nodig. In de dam komt een apparaat dat elektriciteit opwekt. Maar wat moeten wij dan? Dat interesseert ze geen zier. Ze zijn alleen geïnteresseerd in geld. Ach, maak je maar geen zorgen. Als iemand jullie kan helpen, zijn het de bamboeberen wel. Ja. Ze zullen jullie helpen een nieuwe woonplaats te vinden. Maar dan moeten jullie praten met Atini. Dat is de oudste en wijste miereneter hier. Ik ben trouwens Mierme en dit is Jussi. Hallo, kleine jongen. Jussi, helemaal niet zeg klein. Hallo. Oké. Hallo. Absolute onzin. Totale onzin. Ik heb nog nooit zoiets belachelijks gehoord. Dat is onmogelijk. Maar... ik heb langer in deze vallei gewoond dan wie dan ook. En ik kan jullie vertellen dat niets, maar dan ook helemaal niets, de rivier kan tegenhouden. Alles wat in de weg staat, zwiept de rivier opzij. En... door te horen begrijpt u niet wat een dam is ik en... ik wil niet dat je me in de reden valt, jonge dame. Ik weet niet wat jullie denken te bereiken door hier zo binnen te dringen. Maar laat me je dit vertellen. Ik wil er niets mee te maken hebben. Helemaal niets. En die andere dieren in deze vallei ook niet. Daar zal ik voor zorgen. Mirma, kom met me mee en blijf uit de buurt van deze bemoeians. Het spijt me. Laat ons met rust. Belachelijk. We gaan uit deze vallei. Het idee alleen al. Die jongeren van vandaag hebben nog minder manieren dan een stomme termiet. Schande. Het idee, het is belachelijk. Stank voor dank, zeg. Vlieg je hier naartoe en wat krijg je? Scheldwoorden en...
Geen eten. Ja, scheldwoorden en geen eten. Nee, dat wilde ik helemaal niet zeggen. In ieder geval betekent dit dat we naar huis kunnen om te eten. Ik denk het wel. Nee, waarom niet? Natuurlijk niet. Als zij de vallei niet uit willen, moeten wij ervoor zorgen dat die dam er niet komt. Oh ja? Hoe? Oh, jij bedenkt wel iets, Bamboulie. Ja, ik bedenk wel iets. Sta toch stil! Ah! Stilstaan! Ik sta stil, Piet! Dat doe je niet! Je staat de hele tijd te wiebelen! Ja, kan ik het soms helpen dat die vervelende muskieten me steeds steken? Niet krabben, dan wordt het alleen maar erger! Hou op, twee! Je klinkt nou net als mijn moeder! Sta nou stil! Is dit beter? Ja, dat is prima. Nou staat hij stil. Wat zijn ze aan het doen? Ze meten de vallei op om de mate van de dam uit te rekenen. Als nou eens... Wat? Als we nou eens die mate op de kaart veranderen. Ja, natuurlijk. Dan krijgen ze tekeningen waar niets van klopt. Die dam mislukt dan. Ja. Wat? Ik heb een plan bedacht. Nou. Oké, jongens. Tijd voor de lunch. Dit is onze kans. Om te beginnen halen we die maatlatten daar weg. Die wat? Daar! Die dingen die eruit zien als grote snoepstokken. Moet dat echt? Daar krijg ik nog meer honger van. Slowly. Maar ik haal ze wel weg. Jij wordt gek van die muskieten. Laat me niet lachen. Het enige waar ik hier gek van word zijn jullie twee, dus hou je mond. Ja, maar ik heb een gevoelige huid. Als ik met je klaar ben, dan is je huid niet meer het enige aan je dat gevoelig is. Maar, mond weg. Oké, weer aan het werk. Hebben we wat tijd gewonnen. Die dam gaat er echt heel vreemd uitzien. Kom mee. We gaan naar Ai-Ai om even met Know-How te praten. Oh. Hé, kijk. Is dat daar een dam? You see. Wat komen jullie hier doen? Dat mocht niet van Atini. Die oude Atini kan van mij de pot op. Jussi, zo mag je niet praten over Atini. Ik kom me voor hem verontschuldigen. Hij kent deze vallei beter dan iedereen. Maar ik geloof toch dat Atini zich deze keer vergist. In ieder geval hebben we de ratten een hoop vertraging bezorgd. We hebben hun tekeningen veranderd. Dat is geweldig. Maar wat gebeurt er als ze dat ontdekken? Ik denk dat ze dan wel terug zullen komen om nieuwe tekeningen te maken. Ja. Dus die dam komt er toch? Ja, waarschijnlijk wel. En de vallei komt toch onder water. Mirma, wat is dit? Ben je toch weer teruggegaan naar die charlatans? Het zeggen wat je zei. Ze komen ons helpen. En als je het niet leuk vindt wat ze vertellen, komt dat omdat je oud bent en bang. En... Mirma. Wil je alsjeblieft dat jong van je beter opvoeden, voordat ik iets ga doen waar ik spijt van ga krijgen? Jussi, zo mag je niet praten tegen oudere dieren. Luister naar je ma. Kom met me mee en laat die indringers hun eigen boontjes doppen.
Wow, wat een brompot zeg. Ja. Kijk nou toch. Wil u me spreken, baas? Ja. Kom hier, jij. Wat is dat? Iets voor uw kunstverzameling? Ah, je herkent het dus niet. Nou, nee. Hé, hey, wat vreemd. Ik heb dit laten bouwen aan de hand van jouw tekeningen. Van mijn? Ja, van jouw tekeningen, ja. Dit is de dam die we zouden krijgen als we jouw tekeningen uitvoeren. Ik begrijp het niet. Echt niet. Nee, dit begrijp je niet, hè? Maar misschien wil je zo vriendelijk zijn me uit te leggen hoe je denkt dat deze chaotische puinbak genoeg elektriciteit kan opleveren voor een zaklantaarn. Laat staan voor een bungalowpark. Als we dit bouwen in de Saramaca, dan zinkt het onmiddellijk naar de bodem van de rivier. Als we het tenminste zouden bouwen van iets stevigers dan jouw hersenen. Ga weg jij en doe je werk nu goed. Of ik ga jou bemerken. Wat vond hij ervan, nummer 1? Wat? Wat hij ervan vond? Zeg jij maar niks. Heerlijk zeg. Hey. Sorry hoor. Dat was jij niet, Slowly. Ze zijn er weer. En ik denk dat ze weten wat er mis was met de tekeningen. Echt? Ja, luister maar. Ze gebruiken nu springladingen. Om gaten te maken voor de fundamenten. Wat gebeurt er? Het zijn de ratten, Mirme. Ze zijn de dam aan het bouwen. Oh nee, dan is het afgelopen met ons. Daar moeten we iets aan doen. Kom mee jullie, we gaan er even kijken. Maar ik heb mijn eten nog niet op. Slowly. Kom al. Wauw, wat een machine zeg. Kijk, kijk daar. Wat? Als we die bulldozer te pakken konden krijgen, dan konden we de dam flink beschadigen. Nou, nee, maar dat lukt nooit. Wij zijn maar met z'n drieën en zij met zoveel. Ja, dat is het. Wat? Ze zijn met zoveel. En kijk, ze dragen allemaal dezelfde overals en helmen. Ja, en? Als wij die nou ook dragen. Als wij dezelfde kleren aan hebben, dan vallen we niet op. Precies. Hé, toch niet slecht voor mij, hè? Hé, wat? Dat heb ik goed bedacht. Ook al zeg ik het zelf. Huh? Hey. Oké, niemand te zien. Maar hoe werkt dit? Zo. Oké, daar gaat hij. Ja,
ja, meneer Attilione. Ja, we hebben ze op heterdaad betrapt bij een aanval op de dam. Prima! En omdat ze zo graag iets aan de dam willen doen, lijkt het me wel een goed idee om ze in de dam te metselen. Er komt morgen een grote lading cement bij jullie aan. Begraven in de dam? Mm. Maar baas, dat is gemeen. Gemeen? Oké, breng ze daar naartoe en gooi ze in een van de schachten. Als morgenochtend het cement aankomt, worden ze begraven in het fundament van de dam. Ha? Blijf van me af! Au! Gaat het? Ik leef nog. Nog wel. Tot morgen! Help. Help. Mirme, Jussie, waar zijn jullie? Slowly, slowly. Wat is er? Bamboli en Dalin, jullie moeten helpen. En het cement komt morgen aan. Ze gaan ze levend begraven. Daar hebben we niets mee te maken. Daar hebben we wel iets mee te maken. Zij hebben geprobeerd ons te helpen en wij staan maar toe te kijken. En we mogen van jou zeg, nooit... Zeg, jongeman, ik heb het al eerder over je vrijpostigheid gehad. En het wordt tijd dat je luistert en dat je eens gaat beseffen... Nee, het wordt tijd dat jij eens luistert. Mirma. Het spijt me, maar wat Jussie zegt is waar. Ze hebben geprobeerd ons te helpen. En daardoor is dit gebeurd. Het minste wat we kunnen doen is hen nu helpen. Ja, en het zijn mijn vrienden en ik wil niet dat ze doodgaan. Help ons. Attini! Ik kan... Oké. Ik heb ook heus wel een hart. Als ik mijn hand los kan krijgen, dan kan ik de staf gooien. Het lukt niet, Bamboli. We zitten te stevig vast. Dit is het einde. Waarschijnlijk. Dalin? Ja? Heb ik je ooit gezegd... Wat? Nou, dat je oké bent. Dat heb je nooit gezegd? Dank je. Hier komen twee op maat gemaakte cementen jassen aan. Hey, nog een laatste verzoek daar beneden. Wat? Kijk daar, Jussie. Wauw. Wat ben ik blij jullie te zien. Slowly heeft ons verteld... Leg het later maar uit. We hebben niet veel tijd. Kom mee, hier naartoe. Kom snel. Oh. Mo. Het ontbijt wordt opgediend. Maar ik dacht... Je bent nooit te oud om te leren. Bedankt. Heel erg bedankt. Maar hoe... Wij mierenetens leven meestal niet in holen. Maar we kunnen graven. Ja, dat kun je wel zeggen. Dalin,
Aha. Mislukt, hè? Ja. Mislukt, ja. Dat overkomt ons niet vaak. Maar als het gebeurt... Poeh. Ach, toch dank bedankt jullie wel voor het proberen. Wat gaan jullie nu doen? Tja, we moeten hier nu vandaan. Mijn familie heeft hier generaties lang geleefd. Het breekt mijn hart, maar we moeten weg. Hey jongens, hey. Is iedereen klaar om weg te gaan? Waarom ben jij ineens zo raar vrolijk? Ik ben niet vrolijk, maar ik heb net gezien dat de domste van die ratten de bedrading heeft gemaakt voor de sluis. Ja, dan is er wel een kleine kans dat het misgaat. Ja, ja. Tja, laten we maar gaan kijken. Deze kant op, meneer Rattaglione. Oho, wat gebeurt er daar? Het is de baas die de dam betaald heeft. Hij komt hem openen. Ik ben hier vandaag naartoe gekomen om jullie te feliciteren met een geslaagde klus. Dit is een grote dag in de geschiedenis van Radko. Een hele grote dag. En ik ben niet van plan lang te praten, want hoe eerder ik de dam open, hoe eerder de elektriciteit naar het bungalowpark kan stromen. En hoe eerder jullie kunnen genieten van het resultaat van jullie werk. En dus zet ik zonder verdere plichtplegingen de dam nu open. Hoe gaat het met je niet? Toch. Ik dacht al dat die domme rat de draden helemaal verkeerd deed. Ha. De vallei. Mijn vallei. Hij is nu gered, hè? Huh? Ja, die ratten hebben er nu wel genoeg van. Jouw! Ik draag ze af.